Even een beetje kloppen. Ik ga even naar de kleren aan, maar met een papiertje. Ik wil het gewoon allemaal voor de vakantie niet heel mooi hebben. So let's begin. Ik zet het hele video dicht op deze. Als eerst gaan we deze doen. Ik hoop dat ik het in een jasje maat heb gepakt, want ik draag het bijna nooit. Het eerste is dit rokje en het lijkt wel echt heel mooi, dus die ga ik jullie passen. Ik wil niet op dit topje wat ik aan heb, maar dit is jurkje. Rokje bedoel ik. Op zich kan die, denk ik wel. Is het op zich wel leuk. En dit rokje. Oké, het rokje is dus top. Het volgende is. Dus ik heb gewoon echt maar wat weer besteld voor de vakantie. Is ook een rokje, maar dan in bloemetjes voeren. Dus kijken hoe die gaat staan. Oké. Deze ga ik denk ik niet pakken, vind ik toch niet zo mooi. Mijn outfit vind ik wel leuk, maar ik niet. Kan het liggen aan het qua topje, maar ik vind mijn alsnog niet leuk, dus het gaat me alsnog niet worden. De next one is in dit groene jurkje. Ik hoop echt van harte dat die gaat zitten, want het lijkt me echt zo'n leuk jurkje. Dus let's try it on. Oké, dit is het jurkje. En op zich kan het, denk ik wel. Ik vind hem op zich wel leuk. Kan niet helemaal in beeld, maar op zich is hij wel erg leuk. Ik ben toch nog het twijfelen voor het jurkje. We gaan even het volgende ding pakken. Dat is dit topje. Een soort kort topje met zo'n leuke pantalon topjes aan. Deze die gaan we ook even passen. En ik heb het topje aan, maar ik vind hem niet zo leuk, dus dat gaat hem ook niet worden. Oké, dit topje gaat hem dus niet worden. Dan heb ik nog dit topje. I don't know, misschien kan het wel heel cute zijn. Maar dat zien jullie pas op de foto. Oké, ik heb deze aan, maar ik vind hem toch niet zo leuk. Oké, en we gaan het volgende aantrekken. Ik heb hier een blauwe. En dat is dus een soort broek en een jurkje. Dus broekje bedoel ik, dacht ik ongeveer. Dus let's try it on. Ik vind deze toch niet leuk, ook niet zo met die pijpjes, dus ik hou er niet van, dus die wordt hem niet. Ja, we gaan door naar het volgende item, het broekje wordt hem niet. Ik heb hier wel wat. En dat is dit rokje. Misschien staat dit dan wel in de kast. Gaan we ook weer passen. Ik heb dit rokje aan en dit rokje is wel super leuk, dus die houd ik ook. Oké, het volgende pakketje is. Kun je het patroontje zo zien? Ik weet niet of ik het leuk ga vinden, maar op de foto leek hij er wel leuk uit. Dat is dit jurkje. Het patroontje weet ik nou niet of ik hem leuk moet vinden. Dus ik denk dat het hem eigenlijk niet gaat worden. Ik vind hem persoonlijk niet leuk, dus ik ga hem ook niet houden. Nee, inderdaad, had ik al verwacht. Oké, we gaan door naar het voorlaatste pakketje. Ja. Die gaan we ook openmaken. Volgens mij is het ook een rugje. Als ik het goed heb. Ja. En dat is. Waar zijn die bandjes in? Dit, maar dat moet dan nog vastgeschrikt worden. Dus die gaan we ook niet even passen. Oké, deze weet ik ook inderdaad niet. Ik hou er ook niet van. Dit is wel leuk, maar misschien in een andere kleur geweest. En nu nog het laatste pakketje. Huh? Ik heb er twee. Oh, een pakje.
misschien kan ik het wel samen op elkaar aantrekken. Is wat zo. Is zo'n broekje wat ik in het lichtblauw heb. Dus ik ga wel even aantrekken. Dus ik ga een shirtje. Ja. Deze kan ik erop aantrekken. Dus dat gaan we even lekker samen aantrekken. Oké, dit broekje is wel leuk. Alleen het shirtje weer ben ik twijfelen. Let's unpack weer. Een nieuw pakketje, maar dan Adidas schoenen. Ik wou ze al heel graag hebben. Dus laten we dit open gaan maken. Een mooi pakketje. Ik heb trouwens mijn ventilator aan, sorry als jullie dat horen. De schoenen kosten 120 euro. Om zo. Dat is een soort. Dus nee, alles gaat wegwaaien door mijn ventilator. Nee. Look out. Cute, they are. Het zijn echt leuke schoenen. Ik ga ze heel eventjes aantrekken. Look. Oh, ze zijn echt heel leuk. Jee. Ze passen me. Hallo, de moeder. Ik loop naar de bus. Mijn fiets staat op het werk. Maar ik moet toch vandaag werken. Het ziet er maar niet uit. Dus op naar de bus. Hij wil mijn switch niet. Geen. Pap, mijn switch. Ja. Nu is hij boos. Omdat ik zijn switch uit zijn handjes heb gepakt. Maar hij heeft ook een eigen switch. Ja, kijk, een roze en een blauwe. Welkom bij een nieuwe video. En we zijn nu met mijn ouders en met mijn vrienden uit hogeschoppen. Ik heb hier van alles aan, dus ik laat jullie de eerste avond zien. Dus deze, ik vind hem leuk, gewoon puur vanwege dit. Mijn tweede, deze is wel leuk. Deze is op zich ook wel leuk, dus die hou ik ook. Deze aan, maar ik vind hem niet leuk. Nee, dit hoort hem niet. Ik heb deze aan en ik weet het niet, twijfel vanwege het staartje, dus ik weet het niet. Ik heb deze aan en ik vind deze wel heel leuk. Het is ook een twijfel, vind ik niet zo leuk. Ik heb verder niet zoveel gevlogd, maar ik was vandaag bij Kevin geweest. Ik ben nu terug naar huis lopen. Dus ik zou bij deze ook twee vloggen willen, dat is mij wel leuk, want het was weer zo'n blog, weekvlog. Dus ik had het heel leuk van en dus een keer een nieuwe video. Doei!